Hallo beste kijkers en... Oh, ik kreeg opeens een melding. Hallo beste kijkers en door ik als gewoon in de video in deze video gaan we weer verder met Planetcraft. En hallo kijkers en door ik als gewoon in de video in deze video gaan we weer verder met Planetcraft. Het is al een tijdje weg geweest, maar het is eindelijk weer eens terug. Dit is Planetcraft en de bedoeling is dat we hier deze jungle hier helemaal weghalen alleen. Daar ben je wel een flinke tijd mee bezig, vooral met de gigantische bomen. Ik was toevallig hier ook bezig met een boom. En mijn haar is misschien een beetje nat, want ik kwam ook net van de douche. Alleen ik moest ook een video opnemen, dus dat ga ik ook nu even doen. Dus hier zitten we op Ivoorkust, maar laten we eens gaan naar Benin. Want vorige keer zijn we hier een beetje wat zitten verkennen. Ondertussen zijn er ook al dingen bijgebouwd en zo, maar ja, niet echt zo heel veel. Ja, ik denk dat we daar onze poortje kunnen gaan plaatsen. Huppla. En dan varen maar. En de laatste tijd was het ook wel best wel warm weer en zo. Ik heb vandaag ben ik naar de stad gegaan, naar Kortrijk. En gewoon een stad eens even bezoeken. En het was enorm warm. Het is een hittegolf. Maar ja, het is zo'n week dat de meeste dagen van deze week zijn met zo'n hittegolf. Dat is wel rond deze periode zeker. Het is al zomer. Er begint de zomer vanaf 21 juni. En het is al 29 juni, dus het is al ongeveer een weekje bezig de zomer. En laat ook even weten wat jullie gaan doen tijdens de zomervakantie. Ah, hier komen we weer aan bij Benin. Oh, even misschien ook de appels eten. Die had ik denk ik. Ik weet niet meer hoe ik die kreeg, maar volgens mij was dat een kreet. Maar ik weet niet zeker hoe je de deur mag even dicht. Dit is al misschien stiltjes aan, komt de zon ook weer onder, net zoals bij de vorige aflevering. Oeh, die had ik nog niet gezien. Er hangen opeens. Er staan opeens bomen. Ik ben dus hier voor wel een tijdje niet geweest. Trappen lopen. We hebben cactus, we hebben bomen. We hebben dus heel veel. En laat even ook weten voor andere mensen die Planetcraft spelen. Of jullie ooit eens een video met mij willen opnemen. Daar is dan het enige echte TDG gebouw. Hebben jullie waarschijnlijk ook al gezien bij andere video's. Mijn haar zit gewoon veel te lang. Ik ga deze week naar de kapper. Eigenlijk wil ik vorige week al naar de kapper gaan. Maar toen was het al veel te druk bij de kapper. Dus moet ik dan ergens volgende week gaan. En ja, dat vind ik wel een beetje jammer. Want ik vind mijn haar nu echt een beetje te lang geworden. En dat vind ik niet echt zo leuk. Ik vind te kort haar hebben vind ik niet leuk. Maar te lang haar vind ik ook niet leuk. Er is niet zo heel veel veranderd hier, dus laten we dan toch naar de andere landen gaan, zoals bijvoorbeeld een Liberia of zo. Oh, deur moet open gaan. Dat gaat niet open. Ah, nu wel. Willen jullie dit ook al zien als livestream? Ik weet het niet. Ik denk livestream, ik denk dat het dan niet gaat worden, maar als we echt... Oh, hier hebben we een mooie kif. We gaan hier aanmeren. Oh, de poort gaat automatisch al mee. Misschien kan ik ook een screenshot maken of zo hier. Wie weet kan ik dat nog gebruiken als thumbnail. Poort. En dan hier kom weer uit bij de jungle. Dan zit het op Ivoorkust trouwens. We zijn wel in Liberia. Hier kun je gewoon hout gaan hakken. Maar ja, daar hadden we ergens een gigantische dam. Er stonden ook bomen, maar die staan er nu niet meer. Maar ik ga weer lekker verder met wat hout te gaan verzamelen of gewoon de jungle om te hakken. En dan ga ik deze video afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Laat zeker en vast een likeje achter. Vergeet ook en vast niet te drinken, want drinken is heel erg belangrijk. Vooral water.
water. Maar bedankt voor het kijken naar de video en dan zie ik weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.